Ik ben Aiko Gommers, ik ben 17 jaar, ik woon in Scherpenheuvel en ik doe al 11 jaar aan BMX racen en sinds kort mijn eerste wedstrijd op de pumptrack. Ik ben in Aarschot altijd naar school gegaan en naast de school waar ik vroeger ging lag dan een BMX parcours en door dat elke dag te zien kwam het in mij op om dat te proberen en zo ben ik opgegroeid met BMX. Ik heb van mijn trainer altijd weekschema's, dus ik probeer elke dag wel iets te doen. Soms is dat gym, soms is dat sprinten en het meetste dan natuurlijk op het BMX-parcours. Belgian Cycling is een leuke groep meestal. Als wij samen op wedstrijd gaan, is er veel plezier. Het grappige is dan op een wedstrijd bijvoorbeeld een challenge voor elkaar neerzetten. Bijvoorbeeld wie het slechtste rijdt of het minste resultaat heeft. Moet trakteren op een ijsje en zo halen wij het beste uit elkaar naar boven. Vrienden hadden mij verteld van dat dat echt de moeite was om die wedstrijden te doen van Red Bull Pumptrack. Dus ik ben dat dan gaan opzoeken op hun website. En zo heb ik gezien dat er in Brussel een kwalificatie was. Ik heb me dan ingeschreven en ja, dan had ik gewonnen. Dus de reis werd betaald voor mij, dus dan was het zonder twijfelen naar Portugal gaan. Een pumptrack is een parcours met bergen en bochten. En het is gewoon de bedoeling om de baan te volgen. Meestal ligt een pumptrack dan in asfalt. En ja, het verschil met een BMX parcours is gewoon dat deze kleinere bochten heeft en kleinere bergen. Van start tot finish moet je zelf aanvoelen wat het snelste voor je is. Voor mij is dat meestal op mijn achterwiel rijden of manuals doen. En wie de snelste tijd heeft, gaat door. En de traagste vallen af. En de eerste 8 gaan door naar de knockouts. En dan is het altijd een race tegen iemand anders. En zo gaat je verder tot aan het finale. Portugal was zeker een van de beste weken van mijn leven. In de kwalificatie eindigde ik dan 2e. Dus de verwachtingen waren wel redelijk hoog. En toen ik dan won, ja, dat was een zeer mooi gevoel. Ik wist niet goed wat doen. En ja, iedereen die u feliciteert, dat is leuk. Instagram ontplofte dan ook. Dat was een leuk gevoel. Nu als wereldkampioen voel ik mij wel verplicht om elk jaar mee te doen. Om te beginnen met BMX zou ik zeker eerst zorgen voor het juiste materiaal. En dan verder, de motivatie moet genoeg zijn. En niet snel opgeven, want het is niet gemakkelijk. Flat pedals, wat dat verplicht is bij pumptracken, wat houdt dat juist in? Ja, flat pedals is dat je de bedoeling dat je los kunt komen van de pedalen en niet vast zit. Je moet dat goed zelf aanvoelen, maar de druk moet van voor in je voet zijn en niet van achter of in het midden. Zijn er nog bepaalde dingen qua houding waar dat ik op moet letten? Ja, altijd met je trappers gelijk over de berg gaan. Dus nooit met 1 naar boven of 1 naar beneden over de berg gaan. En qua bovenlichaam, wat moet ik daarmee doen? Ja, door de armen gaan en door de benen. Niet als een stijve stok op de fiets zitten. Oké, dan zullen we eens een klein stukje proberen. Hè? Ja. Ik ga je volgen. Ik zal niet te snel gaan.